Mijn vooropleiding was bij het ROC van Amsterdam, bij afdeling infratechniek. Ik heb dat in 2011-2012 gedaan. En begin 2016 heb ik mijn afstudeerstage bij firma AHAC gedaan. En sindsdien ben ik als werkvoorbereider hier aan de gang. Infrastructuur is natuurlijk een heel brede term. Het is niet alleen leiding onder grond aanleggen, maar het is ook nieuw wegen aanleggen, renoveren, bruggen en tunnels en dergelijke activiteiten. En dat zijn allemaal dingen die je in de maatschappij ook terugziet en ook gebruik van maakt. En het is een stukje trots dat je daar een onderdeel van mocht zijn. Zeg maar. Wij zijn hier in Amsterdam-Noord langs de S116 bij de nieuwe bouwwijk waar het nu flink gebouwd wordt om deze woningen te voorzien van stadswarmte. Hij heeft nu besloten om de leiding hier aan te leggen. Hier achter ons, zoals je ziet, loopt de primaire leiding. Daar zijn de jongens nu bezig om de sleuf die ze hebben gegraven te verdichten. De hoofdleiding die daar langs loopt, die wordt dan straks afgetakt om de woningen die daar gebouwd worden te voorzien van stadswarmteleiding. Dus de sleuf die hier ligt, daar komt straks de pijp te liggen. En die wordt dan aan elkaar gelast tot aan de blokken toe. En vervolgens komen de isoleerders om dat allemaal te isoleren. Wat je daar ziet is een locatie waar de wasruimte straks komt. Dat is een soort verdeelstation waarbij je de primaire leiding naartoe gaat. En vervolgens vanaf daar gaan de secundaire leiding naar alle blokken die hier omheen gebouwd worden. Om te voorzien van stadswarmte. Nou, zoals je hier ziet, een typische woning die gebouwd wordt hier. De fundering ligt er al. Vervolgens komen wij om door de kruipruimte de leidingen allemaal aan te leggen. Al die punten die je daar zo ziet, dat zijn de meterkastlocaties straks. Daar komen de stadswarmteleidingen eruit. Dit is de weg waar straks het tracé komt voor de secundaire leiding. Die komt dan helemaal vanaf de punten wat ik je daar net liet zien. Die komt helemaal hier naartoe. En dan door middel van T-stukken wordt die woning voorzien van stadswarmte. En dan vervolgens deze kant wordt ook voorzien van stadswarmte. Omdat in 2050 natuurlijk heel Nederland straks gasloos is, een van de plaatsvervangers is dan stadswarmte. En dat is natuurlijk ook allemaal heel goed voor het milieu. En daarom vind ik het heel prettig om daar een onderdeel van te zijn. En dit is mijn bijdrage aan de samenleving. Er zijn zeker doorgroeimogelijkheden. Ik bijvoorbeeld ben nu verder aan het studeren in de civiele techniek via mijn werkgever. En je kan ook goed verdienen. Wat we in de toekomst zien van Geliet is dat hij groeit naar alle zelfstandigheid om een senior werkvoorbereider te zijn. Dus dat betekent dat hij alle aspecten van dit vak volledig kan oppakken. Zijn inzet en zijn spontaniteit, zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid, hij gaat er volledig voor. In praktijk is het inderdaad een mannensfeer. De grootste deel zijn ook echt mannen. Maar het is niet zo dat het beperkt is voor vrouwen. Je bent juist veel meer aan het nadenken dan dat je echt fysiek bezig bent. De reden dat ik dit meedoe aan dit filmpje is omdat ik natuurlijk iets terug wil doen voor school. Om zo op deze manier anderen te motiveren om ook deze sector te kiezen. Omdat ik zelf denk, dit is echt een van de beste banen die je kan hebben natuurlijk.